Welkom in deze derde video in een reeks van drie, waarin ik je ga vertellen over de derde fout die beelddenkers op de werkvloer maken, waardoor ze niet gewaardeerd worden. Ik ben Saskia Smet. Dankjewel dat je de tijd hebt vrijgemaakt om naar deze video te kijken en te luisteren. In deze video's ga ik je meer vertellen over de drie fouten die beelddenkers onbewust op het werk maken, waardoor ze niet gezien worden. Fouten die ik zelf ook gemaakt heb en die jij kan voorkomen. Ik ga je praktische tips geven die je direct kan toepassen, zodat jij deze drie problemen kan vermijden. In deze video komt de meest voorkomende fout die beelddenkers op het werk maken waardoor ze niet gezien worden aan bod. De belangrijkste fout die ze onbewust maken, is dat ze niet weten om te gaan met autoriteit. Beelddenkers hebben moeite met elke vorm van autoriteit. Een persoon die handelt vanuit macht en subjectieve beslissingen neemt. Een baas die het niet zo nauw neemt met de procedures en beslist à la tête du client, zoals we dat in België zo mooi zeggen. Het type baas dat van mening is, als baas heb ik toch altijd gelijk en ik hoef mijn beslissingen niet te justifiëren, toch? Beslissingen zonder logica dus. Beelddenkers zijn mensen die zeer gevoelig zijn wat betreft onrecht of onrechtvaardigheid ten aanzien van henzelf en de mensen uit hun omgeving. Het zijn emotioneel gevoelige mensen die gemakkelijk geraakt worden door wat er rondom hen heen gebeurt. Ze voelen feilloos de dingen aan die leven in een team of in een organisatie, ook als deze niet uitgesproken worden. Beelddenkers geraken hierdoor emotioneel totaal geblokkeerd. Deze factoren creëren extra stress. Het zijn elementen die een beelddenker volledig blokkeren en heel opstandig maken. Soms gaat hij de problemen en het onrecht openlijk aan de kaak proberen te stellen. Hierdoor kan een beelddenker een gigantische bedreiging vormen voor de leidinggevende, die sommige potjes liever gedekt wil houden. Het gebeurt ook regelmatig dat een beelddenker uitgerangeerd wordt door hem op een zijspoor te zetten of uit de organisatie te verwijderen. Zelf is een beelddenker zich absoluut niet bewust dat hij een bedreiging vormt voor de baas of voor de collega's. Hij snapt niet waarom hij eruit gehaald wordt, omdat hij het verband tussen zijn aanklacht van het onrecht en de bedreiging niet ziet. Volgend voorbeeld maakt misschien een en ander duidelijker. Ik had een opdracht bij een grote organisatie. Ik werkte buiten de kantooruren en op verschillende van hun locaties. De centrale dienst gaf mij de veiligheidsprocedure die ik diende te volgen om overal toegang te krijgen. De toegangsprocedure was duidelijk, maar heel omslachtig. En wat bleek? Elke vestiging had zijn eigen ongeschreven aanpassingen gedaan. In elke vestiging verliep het toegangsproces anders. Waar je diende te parkeren, welke documenten je nodig had om binnen te komen, wat je diende af te geven, waar je werkmateriaal lag, enzovoort. Ongeschreven regels, die bovendien ook nog vaak afhingen van de bewakingsagent achter de toegangsbalie. Hij besliste of je toegang kreeg of niet, en sommigen maakten er echt een machtsspelletje van. Er was absoluut geen lijn in te trekken, en telkens weer maakte ik fouten. Het creëerde extra stress en frustratie, omdat het opgelegde proces niet werkbaar was, en ik telkens teruggefloten werd door de bewakingsmedewerkers. Het gaf een verschrikkelijk gevoel van machteloosheid door willekeur en onrechtvaardigheid, omdat het proces blijkbaar niet voor iedereen gelijk is. Voor mijn opdrachtgevers uit de centrale diensten was het nochtans heel duidelijk. De procedure vertelde me wat ik diende te doen en waar ik mij aan te houden had. Hoe houd je deze extra stress en frustratie in de hand, zodat die hier zelf niet door blokkeert? Ik weet dat ik als beelddenker gevoeliger ben voor dit soort situaties en deze mij extra stress bezorgen. Omdat ik dit zo vlijmscherm aanvoel, wil dit echter nog niet zeggen dat ik mij verantwoordelijk moet voelen voor het proces of de procedure die niet werkt. Het helpt mij om een duidelijk onderscheid te maken tussen het proces dat niet werkt of misbruikt wordt en mijn persoonlijk aandeel in de situatie. Ik heb geleerd om afstand te nemen en beide zaken van elkaar te scheiden, waardoor ik zelf geen extra stress meer ervaar. Het helpt mij om mezelf om even op een balkon te gaan zitten.
Voor degenen die de Muppet Show nog kennen, ik zet mij dan even tussen Statler en Waldorf in. Van op het balkon bekijk ik de situatie opnieuw en daardoor zie ik de scheiding tussen het proces en mijn persoonlijk aandeel veel duidelijker en kan ik afstand nemen. Dit is de derde en de laatste video in een reeks van drie. Ik heb in deze reeks een aantal inzichten met je gedeeld over de drie meest voorkomende fouten die beelddenkers op de werkvloer maken. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Omdat deze informatie zo'n enorme impact heeft op het werk, de gezondheid, de relaties en het leven van beelddenkers, wil ik dit graag met je delen. Binnenkort ga ik een online training geven, waarin ik je nog veel meer ga vertellen over fouten die beelddenkers op het werk maken en hoe jij deze kan voorkomen. Deze training is volledig kosteloos en je hoeft hiervoor niets te doen, tenzij je inbox in de gaten houden. De training gaat binnen een paar weken door. Je krijgt van mij een e-mail in je inbox waarin ik je een aantal data voorstel. Je kan zelf kiezen wanneer je deze training wil volgen. Er zit vast wel een moment bij wat in jouw agenda past. We leven in een hectische tijd, zowel op het werk, op privévlak, politiek of maatschappelijk. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en vragen steeds meer van ieder van ons. Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer je je natuurlijke denkstijl en talenten kan gebruiken, hoe weerbaarder je wordt tegen alle druk en stress. Gedreven en ambitieuze professionals die beelddenker zijn zoals jij, zullen in de toekomst het verschil kunnen maken in onze maatschappij en organisaties, als je je bewust bent van de verschillende denkstijlen en deze optimaal durft gaan inzetten. Gedreven en ambitieuze beelddenkers die zich bewust zijn van deze drie fouten, waardoor ze niet gezien worden op het werk, en geleerd hebben hoe ze deze kunnen voorkomen. Daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen. Houd dus je inbox in de gaten voor de aankondiging van de online training. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je veel plezier bij het zoeken naar jouw unieke beelddenker zijn. Voor nu, succes met alles wat je doet en tot heel binnenkort.